Ik zal even de belly laten zien. Nou, je kan er eigenlijk niet meer omheen. We gaan de kleur shooten van de nieuwe wintercollectie. Heerlijk gefijnd. Dus we kunnen beginnen met shooten. En ik zal een sneak peek laten zien van de lijntjescollectie. Zo ziet dus een zwangere vrouw eruit die 38 weken is, 5 dagen zonder make-up, net Edward. Ik heb gewoon geen zin meer. Geen make-up, bleh. Mijn haar niet feunen. Bleh. We hebben expres gekozen om een beetje een walk-in-achtig hotelkamergevoel te krijgen. Dit was globaal eventjes een home tour. En ik ga voor jullie eventjes vandaag de babykamer filmen. Ja, ik heb echt veel te veel natuurlijk. Ik heb 5 lades gekocht. Maar we zijn samen! En wij gaan naar de release party. Ja! Yeah. Mijn album is huis. Ja! Yeah. Zo, goedemorgen, goedemorgen. Ik kom net lekker uit bad. En voordat ik de vlog ga beginnen, jullie denken, waarom zit je alleen? Jill en ik kregen eventjes niet voor elkaar om de dagboekzetting samen te doen. Aangezien ik al 38 weken ben en 5 dagjes en ik mag niet meer rijden. Doordat ik natuurlijk niet op kantoor ben, heeft Jill mega druk op kantoor. Dus het was eventjes niet goed te mixen dat we samen de dagboekzetting konden opnemen. Dus vandaar dat we het eventjes allebei apart doen. Maar ik denk dat jullie dat niet erg vinden. Ik denk dat jullie blijer zijn dat de vlog eindelijk weer gewoon normaal online staat. In plaats van dat we weer wachten tot we met z'n tweeën zijn en een dagboekzetting op te nemen. Ik sta het daar natuurlijk op ontploffen. Dus we weten ook niet wanneer we het eventueel zouden kunnen opnemen. Wat jullie allemaal in deze weekvlog gaan zien, zijn er heel veel leuke dingen. We gaan namelijk onze nieuwste wintershoot collectie shooten. Bij Julie thuis met Taroon. Ook zie je de house tour van Mike en Julie, hun appartement. Finally. Je hebt natuurlijk heel veel baby update nieuws. En Jules gaat naar de gaafste lancering van Tabitha Vover Wil Rozen. Dus zijn jullie benieuwd? Blijf onze vlog bekijken. Want we hebben echt heel veel, heel veel, heel veel leuke dingen voor jullie om te laten zien. Zoals jullie misschien kunnen zien, heb ik make-upje op van Harley. We hebben een shoot vandaag gepland staan voor ons merk Reiners. En we gaan een kleur shooten van de nieuwe wintercollectie. Dus jullie krijgen als eerste een sneak peek, want we hebben nog niet gepost. Hoe leuk. Dus ik ga nu nog eventjes naar de kapper, want mijn haar zit er nog wel een beetje in. Maar het is eigenlijk door het strand weer en zonnebrand iets uitgezakt na een week. Ik laat het altijd een week zitten en dan ga ik na een week weer naar de kapper. Ik ga mijn ambiance altijd mijn haar laten veulen. Ik ga jullie meenemen vandaag hoe wij de preps doen. Ik ga nu naar de auto toe. Kijk, hier zie je een wat beter de make-up, maar het is nog steeds slecht mee. En ik draag voor de vragen een staaradres, waar die hebben we niet meer voor krijgen, maar voor de einders. Misschien komt die ooit nog terug. Ik ga even naar de auto en dan ga ik jullie weer meenemen. Oeh, kijk. Je ziet mijn tatoeage, die zie ik zelf nooit. Dat is toch hilarisch. En we zitten bij de kapper. Hé, Rokje. Met Rokje ook. Hallo, liefie. Ik denk dat ik mama mijn haar en maakje op de achtergrond verstoppen. En we gaan het zo eruit halen. Okay, we zijn het nu aan het halen. Bij de kapper. L'Ambiance in Zandvoort. En ik zal het resultaat laten zien. De rokje loopt hier ook ergens rond met Mike. Rocket wil lopen, denk ik. Rocket! Wat ben je doen? Doei, doei. Hallo, wat ben je doen? Eén deel is er al uitgehaald. Hoe mooi is dit? Gewoon gefeund. Er blijft altijd een week bij mij zitten. Heel mooi weer. Rok is ondertussen de spiegel. Helemaal vies aan het maken. Bla bla bla. Zachtjes. Heel mooi. Mijn haar is weer helemaal ready. Heerlijk gefeund. Dus we kunnen beginnen met shooten. Oké, wij zijn bij ons appartement weer terug. Mijn schatje heeft ook de kleding opgehaald. Want we gaan shooten voor Reiners. Sneak peek, straks van de kleur. Rokje was even mee. Ik heb nog steeds borstvoeding, dus ik moet af en toe nog even tanken. Je moet af en toe nog even tanken. En Taroon is onderweg, dus ga ik nu even alles installeren. Alles aan de kant zetten in ons appartement. En dan ready. Zo, we are in de make-up. En we hebben geen modellen eten. We hebben vette stroopwafels. En lumpia's net verroden. We hebben even Shield de hele bank verplaatst. En dan gaan we hier de witte doek doen. Perfect. Taroon is er bijna. En dan gaan we even leuk shooten. Ik ben de laatste keer met mijn buik. Nou, dat denk ik ook wel. En ja, dit is het favoriete liedje van Rok. We zijn zo in de hurry gaan shooten. Ik zei, ze krijgen sneak peek van de kleuren. Oh, nou, dat is nu wel echt heel spannend, wordt het. Maar het is als een kikker. En als een smurf. Ja. 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 Ja.
kern in deze weekvlog wat ik voor jullie ga beantwoorden is dat we onze nieuwste wintercollectie hebben geshoot. Het was bij Jules thuis, maar dit was echt een van de warmste dagen ever. De warmste dag eigenlijk ever. Het was 30 graden. Jules had Rock en Mike en die moest ook nog naar een andere afspraak. Dus we hadden eigenlijk best veel haast. Dus we hebben alle voorbereidingen wel gefilmd. Alleen tijdens de shoot niet, maar daarna wel. Dus sorry hiervoor. Maar we gaan binnenkort sneak peeks posten op onze social media. Dus dan moet jullie even in de gaten houden. We hebben het al gedaan. We hebben hele mooie kleuren. Echt mooie groen en een hele mooie blauwe kleur. Echt, het spreekt echt in je ogen. En we willen het nieuwste campagne gaan. Ja, wanneer gaan we dat posten? Zo snel mogelijk, maar met 30 graden vond het een beetje gek om de winter te laten zien. Oh ja, en ik zal een sneak peek laten zien van de Rijntje collectie. Want we hebben ook een shoot gehad, maar omdat het zo snel ging, zijn we vergeten te filmen. Oké. Ik heb trouwens iets van Mike aan. Dat doe ik altijd als hij er niet is. Hij is momenteel een Art Basel. Dus voor je denkt, wat heb je aan? Maar dit is zijn blouse. Dat vind ik dan lekker naar zijn parfum ruiken. Oké, dit is onze nieuwste kleur. En het is echt een van mijn favorieten. Echt een Bottega groen. Kikkertjes groen. Het is ook niet kikker. Het is echt een hele mooie kleur. En dit is dan ook tegelijkertijd de Rocky stijl. Dit is mijn favoriet. Hij is heerlijk wijd. Hij is wel nog een sample, dus hij was mij iets te wijd. Ik ben best wel wat afgevallen, dus ik moet wel echt een XS dragen, want het is echt wel een loose fit modelletje. Het schoudervullingje en er zit hier heel mooi reinigingsborduurd. Maar dit zijn nog samples, dus vandaar dat het nog niet helemaal is zoals het in de winkel komt. En dit is de andere kleur, ja. I love it so much, het is niet normaal. De blauwe kleur. Dit is Marie, her favorite. Dat is de zipperpoeler. Die had ik ook aan naar het eventje met Laura, maar dan offshore gedragen. En in de winter hebben we er natuurlijk ook een broek bij. Maar alle foto's gaan we nog posten. Dus dit zijn onze twee nieuwste kleuren. En I love it. I love it, I love it. En dan krijgen we nog één kleur, maar die houden we nog even schuin. Of nog twee kleuren eigenlijk. Maar dit zijn echt wel de hoofdkleuren. En nog zoveel meer stijls. Dus qua Reiner zijn we ook druk bezig. We gaan nog op de modefabriek staan. Inkoopseizoen komt eraan. We zijn nu met de nieuwste collectie volgend jaar zomer bezig. Dus als jullie nog tips hebben voor ons wat jullie misten in de afgelopen zomercollectie, proberen we dat mee te nemen. Handje vasthouden. Good morning. We zijn al eventjes wakker. Livia is namelijk nu al sinds een weekje weer 5:30 wakker opeens. Misschien voelt ze dat de baby komt. Normaal gesproken altijd weer 7:00. Maar normaal is het altijd 5:30. We zijn al blij met 5:30. Maar je moet wel weer even tot 7:00 slapen, hè? Ja. Ik ben nu 38 weken, zoals je ziet in mijn buik, belly, popping. En we gaan jullie nemen mee in onze vlog. Ik ben een beetje verkouden. Not my best look voor de video, but hey, that's also life. En ik ga voor jullie eventjes vandaag de babykamer, nou slash babykamer, onze slaapkamer, haar kleding filmen. Wat ik allemaal heb gekocht en meer echt een home tour, wat we heel veel vragen hadden. Jules gaat haar huis filmen en een beetje ons leventje. Oh. Dat heb ik nou altijd. Livia naar bed. Oh mijn god, het stopt. Ik lig eindelijk lekker even te chillen. Livia naar bed gebracht. Ik wilde zeggen, ik heb altijd wanneer ik in de tuin zit dat iemand gaat werken. Wat mooi weer. Maar het is even opgehouden. Hoe lekker lig ik hier? En ik ga het nieuwe product van Clean Glow gebruiken. SPF. Tot 30 graden. Kijk hoe leuk die hologram is. Ik wil het even met jullie delen. En ik heb hier een beeldig paddenspotje. Dus ik ga zo lekker met mijn gezicht in de shadow. Maar ik gebruik deze nu echt wel best wel vaak. Nu het mooie weer. Ze hebben echt een perfect timing hebben ze hem uitgebracht. Mooi weer. En ze hebben het nieuwe product. Dus dat is top. Kijk of... Dat is ook dus tegen rimpels, curls. Dus dat is ook echt top. Het is gewoon voor dagelijks gebruik. Ik kreeg heel veel de vraag via Instagram. Kan je nou ook gewoon je make-up aanbrengen? En wat ik top vind, is dat je dus geen blauwe gloed krijgt. Ik ben helemaal beschermd voor de zon. Lekker in mijn tuintje. Wacht even tot Livia wakker is. En dan gaan we even leuk naar de houtvaart. Met het baby belly. Oh, het is echt gewoon ploffen, girls. En het ruikt ook lekker. Taxi. Geen blauwe gloed. En met minus 15 krijg je nog steeds 15% korting. Niet alleen op de SPF, maar echt op alle producten van Clean Glow. Check it out, girls. Wij zijn echt al jaren fan, dat weten jullie. Dus zodra ze een nieuw product hebben, zijn we eigenlijk de eerste die het weer uitproberen en helemaal dol op zijn. En deze product hebben ze weer echt genaild. Dus echt super, super blij mee. Oké, ik kreeg ook heel veel vragen over Livia, haar kamertje. Nog niet helemaal af. We wonen eigenlijk, ja, nu eigenlijk inmiddels alweer een 30% in het huis. Maar goed, het zijn altijd de aankledingdingetjes wat je eigenlijk op het laatste moment allemaal gaat doen. Maar dit is dus de wand. Dit is wel echt enig met het behang. Deze giraf is nog van mijn baby shower. Die heb ik toen overgekocht. Zo leuk vond ik het. En Mike is het bezig met beschilderen. Oh, sorry, ik ben helemaal bij het halen van die trap. Alles eigenlijk die stoel en het kleed van Black Luxury. Van een vriendinnetje van mij. En die kussen heeft Romee en Daan voor Livia de eerste verjaardag helemaal laten maken. Nou, dit zijn eigenlijk haar kledingkasten. De commode.
Deze leuke dingen zijn voor Kids Deco. En de kasten komen gewoon bij Ikea vandaan. En de commode, et cetera, is van Petite Amélie. En deze marmeren bladen heb ik bewaard nog van ons vorige appartement. En daar heb ik eigenlijk planken van laten maken. En Livia, de kamer is eigenlijk helemaal thema in dat Tour de Jour print van Dior. Dat vind ik echt enig. Kijk hoe klein. Dus dit is eigenlijk gewoon lekker een clean kamer. Qua aankleding moet nog. Hierachter ook nog een kast. Ja, ze is net als de moeder. Heeft veel te veel kleding. Dit zit ook helemaal vol. En dit is ook echt een beeldig stoeltje van Dior Vintage heb ik gevonden. Een kinderstoeltje. Dat is echt enig. Dus dit is Livia de kamertje. Wit met pink. Zo, we zijn nu weer een verdieping naar boven. En ik kan eigenlijk niet alles filmen, want ik heb best wel veel gepersonaliseerde dingen met haar naam. Dus het lijkt nu echt heel gezamenlijk. Ik heb heel veel dingen moeten weghalen. Maar deze leuke doeken zijn van Kids Luxury met ruffels. Vind ik echt enig. Nou, die teddybeer. Van Reiners natuurlijk. En ik heb het Rotan commode. Dat vond ik wel echt wel erg leuk. Even wat anders. En ja, hier alle rompertjes. Jullie kennen het wel. Luiertjes. En alle schattige beeldige pakjes. Heb ik allemaal gewoon lekker klaar. En dan heb ik hier eigenlijk ook een hele kledingkast. Met allemaal pakjes. Ja, ik koop echt het meest. Echt allemaal bij de Zara Girls. Het is echt zulke leuke pakjes. Daar heb Livia ook echt heel veel aan gehad. Ja, ik heb echt veel te veel natuurlijk. Ik heb echt 5 lades gekocht. En echt sommige dingen. Dit heeft Livia dan aangehad. En dat bewaar ik dan wel. Dat vind ik echt te schattig. Dus ik heb hierachter ook nog. Achter het bed een Coastly. Maar is ook allemaal gepersonaliseerd. Laat ik even een andere keer zien wanneer ik ben bevallen. Ik heb deze leuke regenboogmanden. Ook bij de H&M Home vandaan. En dit is mijn walk-in closet. Kan je nog even zien hoe erg mijn buik is. Hoe erg, ik bedoel, hoe groot. Popping! En daar is nog lekker echt het laatste wasje gedaan van de baby. Hoe schattig. En ik laat binnenkort echt even een house tour zien. Want dit is ook echt mijn hele inloopkast. Maar er moet allemaal nog aankleding komen. Leuk kleed. Dat doe ik allemaal later. Kijk nou, ik heb overal Livia de naam opgezet. Zo stom. Maar goed. Ik kan je nu toch niet meer terugsturen. Ik vind het ook wel schattig. Dus dit was even een quick ding. Ik heb niet heel veel van de baby's kunnen laten zien. Maar dat zal ik even doen wanneer de baby geboren is. Met een extra tour. Zo zie ik dus een zwangere vrouw eruit die 38 weken is, 5 dagen zonder make-up, net uit bad. Kunnen jullie dat? Dat je echt op het laatste trimester zit en dat je denkt, ik heb gewoon geen zin meer. Geen make-up, bleh. Mijn haar niet feunen, bleh. Echt alles wat ik normaal doe, heb ik nu geen zin in. Maar het gaat goed. Ik wilde zeggen dat ik 38 dus weekjes ben en 5 dagjes. Het kan echt elk moment supreme gebeuren. Jules is toevallig al bevallen van Rock, dus dat is wel grappig. Maar nee, de kleine zit nog. Ik had heel veel vragen over hoe het me gaat, de belly update. Dus dat wilde ik eigenlijk met jullie delen. Dus ik doe eigenlijk alle leuke vragen die over mij gaan. En Jules doet eigenlijk alle vragen over haar huis en wat je ziet in deze weekvlog. Dus dat is ook wel weer eigenlijk leuk, denk ik. Ik zal even de belly laten zien. Nou, je kan er eigenlijk niet meer omheen. Ik heb echt nog nooit zo'n grote buik gehad, jongens. Dus hij staat echt op een ploffen. Hij is al heel erg laag. Vinden we zelf allemaal. En deze zwangerschap is wel wat zwaarder, merk ik. Omdat je natuurlijk al een kleintje hebt. Ik heb heel veel last van bekkeninstabiliteit. Hele opgezwollen voeten. Echt, ik hou vocht vast. En ik ben nu 17 kilo aangekomen en bij Livia 11. Dus je merkt wel gewoon dat het tweede gewoon iets zwaarder is. Maar ik ben natuurlijk alleen maar met Livia ook bezig. Tillen en onbewust gewoon al mama. Dus het is ook helemaal begrijpelijk. Dus ik vind het wel lekker als ze eventueel iets eerder zou komen. Het is vandaag zaterdag en we hopen eigenlijk dat ze morgen geboren wordt. Op vaderdag, dat zou wel leuk zijn. Maar dat weten we niet. En het zal nu wel een iets rechtstreeks bevalling worden, aangezien het nu niet midden in corona is wat er moet bevallen. Dus dat maakt ook wel een hoop goed. Vorig jaar moest ik naar Alkmaar. Dat was iets van ruim 50 minuten rijden in de auto. En we hopen nu wel dat gewoon of in Haarlem of in Beverwijk gewoon terecht kunnen. En ik heb best wel een soepele bevalling gehad voor de eerste keer. Tuurlijk deed het heel veel pijn. Dus ik denk als ik de weeën krijg dat ik denk, oh ja, why did I do this again? Maar goed, ik heb er wel alle vertrouwen in. Het is wel lekker van de twee dat je weet wat je te wachten staat. Maar het heeft ook wel weer een nadeel dat je het weet. Bij de eerste denk je ook van, oh, nou, laat je het echt op je afkomen. Maar bij de tweede weet je natuurlijk wel meer dat je denkt, oh ja, dit kan ik allemaal verwachten. De nasleep vind ik vooral na een bevalling echt, wordt echt vrij wel heel erg onderschat. Ik vind dat veel erger als de bevalling zelf. Qua herstel en hechtingen en al die ellende en de kraamverband en... Dus, voor alle mommies to be, vergis je daar zeker niet in. Heerlijk gewoon tijd voor jezelf nemen, relaxen en proberen te herstellen. En heel veel boxers kopen en ja, en warm water voor als je moet plassen. Ach, doet het ook zoveel pijn. Niemand vertelt je dit trouwens. Maar, desalniettemin, over 2 weken komt natuurlijk onze andere vlog. Dus ik denk dat onze kleintje er dan al is. Dus dan ga ik meteen het introduceren, het nieuwste meisje van de family. Ik ben heel benieuwd. Ik had een keer aan jullie gevraagd ook of jullie de naam wisten. Niet wisten, maar wat jullie dachten wat het was. En dus tot nu toe heeft niemand het nog geraden. Dus dat is wel heel grappig. Iedereen dacht dat het Teddy was, omdat ik een teddyberen thema had. Dus dat begrijp ik ook wel weer, maar dat is het niet. En we zijn heel benieuwd hoe Livia het gaat vinden als zusje. Ik denk dat het gewoon echt altijd wel omschakelen is voor zo'n kleintje. Ze krijgt natuurlijk volle aandacht van alle opa's en oma's.
oma's, ons, mijn zussen, mijn ouders. En dat gaat natuurlijk nu verdeeld worden straks. Maar ze is echt super dol baby. Ze zit alleen maar kusjes te geven, maar ze houdt wel echt van aandacht. Dus als jullie tips hebben voor moi, mag je het altijd eventjes onder de vlog laten weten. Maar ik denk dat het helemaal goed komt. En ik kan ook niet wachten op het moment dat ik thuis ben met de nieuwste baby en dat Livia er mag ontmoeten. Dat lijkt me echt... mooiste moment ever dat je gewoon eindelijk compleet bent. Met dat je gewoon twee meisjes hebt. Ik ben een soort mama van twee kindjes. Ongelooflijk. Dus dat wilde ik even met jullie delen. Ik ben al heel snel buiten adem. Ik had ook beloofd om de babykamer te laten zien. Maar we hebben niet echt al een officiële babykamer. Omdat ze eerst gewoon bij onze slaapkamer gaat slapen. Ik had het vorige keer bij Livia helemaal klaar. En na 3 maanden gebruik ik het pas. Dus dat is nog nu nog Jim's werkkamer. Dus dat laten we lekker voor hoe het nu is. En ik heb wel natuurlijk een co-sleeper en een commode gewoon bij onze slaapkamer staan. En ze zal voorlopig bij mij met borstvoeding gewoon lekker bij ons ook in bed slapen. Dus we hebben natuurlijk wel heel veel leuke nieuwe dingetjes gekocht, qua kleding, et cetera. Heel grappig, bij de Zara kan je alles personaliseren. Dus heb ik gedaan, maar ik heb overal Livia de naam opgezet. Automatisch piloot. Dus overal staat Livia de naam op. In plaats van de naam die we hebben. Dus dat vond ik wel heel grappig. Nou, is niet grappig, want ik kan het ook niet terugsturen natuurlijk. Maar het zit zo in je systeem dat ik nog eventjes moet wennen dat je straks gewoon twee meisjes hebt. Ik ga jullie ook nog meenemen in ons appartement om dit te filmen. En ik ga voor jullie wat sneak peeks laten zien. Het is nog niet helemaal af, dus eigenlijk wilde ik er nog mee wachten. Maar we gaan toch al een deel laten zien, toch? Oké, je komt dus binnen in ons hal. Ik wil even duidelijk aangeven dat de muren zijn gedaan door POM, Design Walls. En de vloer is door betonvloeren gedaan. Ik zal alles even een tagje geven. En ze zijn er toch gelukt om alles in dezelfde kleur met elkaar te matchen. Hoe leuk. Dus dit is onze hal. En op deze kant kom je in onze slaapkamer. En alles is helemaal... in de kleuren nude. Deze tv moet nog worden vervangen. Want die moet eigenlijk naar de woonkamer toe. Maar de inbouw is net iets te klein. Dus die moet naar de andere kamer. Het is de Sonia Brava tv. Heel blij mee. Slofjes in dezelfde kleur. Dan is dit onze badkamer. Tot nu toe. We hebben al het led en verlichting bij Maretti Lighting vandaan. En alles wat je in deze badkamer ziet komt van Theo Depot. En we zijn het meest trots op ons bad. Want die is ook weer in de kleur nude. En ik vind het dus echt prachtig dat alles helemaal in de kleur crème is. En het leuke is dat we hebben gekozen voor alle accessoires om RVS te doen. Dat vinden wij wat stoerder maken. Heerlijke stortdouche. En zoals ik al zei, ben ik heel blij met dit bad. Nou, dan ga je het trappetje af. We hebben expres gekozen om een beetje een walk-in-achtig hotelkamergevoel te krijgen. Dat je vanuit het bad, als je hierin zit, dan kijk je eigenlijk heerlijk zo naar buiten. En hier links zit dan nog een hele kamer, maar die laat ik bewust eventjes niet zien. Want dat is nog een rommeltje en die is nog echt niet af. Loop je door de hal heen. En is dit onze woonkamer? Of onze living? Hoe leuk. Nou, de kussens zijn van Off-White voor de mensen die het niet zien. En de bank hebben wij uitgekozen bij de Outlet Factory. En die kan je eigenlijk steeds zetten hoe je het zelf wilt. We hebben nu gekozen om hem zo neer te zetten. Het Onyx komt van Solid Nature vandaan. En de tafel, chip van Black Luxury. En de geweldige open haard komt van Sfeerhaarden. Vuur Sfeerhaarden. Maar ik zal overal voor jullie tagjes bij doen. En zoals je ziet moet deze tv nog worden vervangen. Tapijten moeten nog binnenkomen en al het kunst moet nog aan de muur. En this is our view. Hoe leuk. Met zeezicht. En dan is dit onze eettafel. Hé, Rokje. Dit is onze eettafel. Met onze stoelen. Daar komen wij kaas en gitanen vandaan. Dit is onze kookgedeelte. Zoals jullie misschien al kunnen zien, hebben wij gekozen om alle items wat los staat grof te stukken. Zoals de kasten en de keukenblok en de salontafel. En alle muren, die zijn glad. Dus dan heb je niet zeg maar een motiefje erin. Zoals je hier ziet. Je kan eigenlijk goed het verschil zien. En dan hebben we eigenlijk hier linksachter een speelhoek gemaakt. Die nog niet af is. Want er komt nog een poppenhuis. En er komt nog een olifantje. Maar de keukentje hebben we wel binnen. Het trappetje. Slash tafeltje. En deze mooie box van Baby Bird Box. Met Rocket's naam. Het is nog een beetje een rommeltje hier. Ja, dus eigenlijk was dit een beetje de tour. Ik laat expres even niet de kinderkamer zien en de kledingkamer. Want die is nog echt niet af. En hier is het ook nog niet af. Zoals je ziet moet daar nog de oven komen. De koffiezetapparaat en prullenbak. En moet nog gestukt worden. Maar goed. Het meeste is wel af. Alleen alle aankleding nog niet. En zoals hier, deze inbouw moet ook weer ruimer worden gemaakt voor die andere tv. Dat je geen draden ziet. Maar al met al zijn we al heel blij dat we er lekker zitten. En is het een heerlijk plekje. Hé, Rocket?
Ik heb nog de wc niet laten zien. Misschien vind je dat ook interessant. Dit is onze wc. Ook helemaal in één kleur. Dus de wc-pot ook in het nude. De knop ook in het nude van Tegeldepot. Ja, ze noemen het taupe. Maar ja, ik vind het meer crème. En dan heb ik hier lekker dingetjes. Dit heb ik van lieve Joyce gekregen. Spiegeltje. Waar ook ledverlichting in zit. How nice. Dit was globaal eventjes een home tour. Waar ik het meest blij mee ben in het hele appartement is de urn die Mike voor mij heeft gemaakt. Van Stinky. En die staat hier. Hoe mooi is die? Kan je heerlijk naar buiten kijken en staat hij lekker in het zonnetje. Verplaatst hem eigenlijk steeds. Dus hier zitten wij en alles is helemaal in de kleur crème. Because I love crème, as you can see. Look, ik heb je verkeerd om aan. Je hebt ze verkeerd om aan. Look, ik doe altijd mijn schoenen of Mike's schoenen aan. Kom maar. Kom maar. We hebben ook gekozen voor de ledverlichting. Het staat nu niet hier aan. Maar het gehele plafond zijn met led en een trappetje en de kastenwal ook. Hoe heerlijk. Oh, die had ik ook nog wel laten zien. We hebben zelfs de kozijnen geverfd in de kleur nude. Dat echt elk detail, daar zit gewoon heel veel werk in. Want we lopen altijd nude. En we lopen ook altijd nude. Ja, ja. En Rocket, so be warned. Als je hier binnen gaat kijken. Lur, lur, lur. Zeg maar dag, Rob. Ik heb hier ook een kijkje gegeven in deze home tour. En zoals jullie zien is dit gedeelte nog niet af. Ik wilde het eigenlijk niet laten zien, want het is nog niet af. Maar goed, jullie hebben nu een beetje een impressie van de basis. We wilden de basis echt nude houden. Zoals jullie zien, dus alles is crèmekleurig. En dan wilden we het gaan indelen met Mike's kunstig op de muur qua kleur, kleden. Dus het wordt nog levendiger. Maar goed, de basis wilden we gewoon één kleur houden. En dan kunnen we de accessoires continu veranderen. Zoals hier heb ik dan wel weer voor een crèmekust gekozen met oranje. En de tafel is van Onyx, ook weer van kleur. Maar Mike maakt zoveel mooie kunst nog wat aan de muren komt. Maar goed, dan zal ik jullie gewoon mee in de updaten. Ik vind het heel makkelijk om te weten dat je met goede partijen moet samenwerken. Zeker met het stukje betonseree en de vloeren. Moet je echt een goede partij voor inhuren, want anders ja, kan het gewoon fout gaan. De vloer heb ik dan ook heel licht, maar alles gaat er tot nu toe helemaal vlekloos uit. Dus daar ben ik heel blij mee. En eigenlijk ook met al de betonseree. Dus tot nu toe helemaal geen spijt van de kleur crème. Ondanks een baby en een iets ouder meisje er ook is. Dus ja, dat was eigenlijk de home tour. Ik en mama en kleine Rob gaan naar het strand. Want Mike is in het vliegtuig onderweg naar Art Basel. Dat is een kunstbeurs onder andere. Oh, nee, nee! Oh, Rocket. Zit het zijn hele voet erin. Oh, Rocket, 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 Rocket. Nou ja, Rocket, mama. Wat ben je nou doen? Dat mag niet. Oké, mams en ik liggen op het strand met Rokje. En ik draag de Reiners bikini. Hij zit even niet goed omdat ik net borstvoeding heb gegeven. Ik zal zo beter filmen. In maat S draag ik, maar ik heb eigenlijk XS nodig. Want ik ben een beetje afgevallen, zoals veel van jullie al hadden opgemerkt in de vlog. Super lief. Dit komt nog steeds door Stinky, borstvoeding en noem alles maar op. Coronatijd. Ik noem alles maar op. Dus working on it. Ik doe het niet bewust. Ik stimuleer het ook zeker niet om zo af te vallen. Maar het is gewoon zo gekomen eigenlijk. Maar we liggen nu lekker bij Sandas. Die hebben ook Rocket's verjaardag gevierd. Mama ligt daar lekker. En Rocky ligt lekker hier te slapen. Dus die ligt lekker te slapen. En ik vind dit helemaal een leuk lookje. En dan heb ik dit shortje erbij aan. En dan ben je helemaal summer ready girls. Hoe is die man? Nou, pas die maar op hoor. Want hij pas die maar op. Dat is echt lekker. Delicieus. Klein Rokje is ook wakker. Zit lekker aan een ijsje. En ik heb dit beeld... Ja, lekker ijsje, hè Rok? Ik heb dit beeldige setje van de Zara. En ik vind het beeldig... Ja, ding! Omdat er dus een Rocket op staat. Lekker zeg. Oké, girls. Ik ben nu onderweg naar Laura. Een van mijn beste vriendinnetjes. Die gaan bij mij mee naar Tabitha. Release party. Wilde rozen. Ik ben mega, maar dan ook echt mega fan van Tabitha. Sinds dag 1. We hebben ook de opening van ons pand. Was zij ook daar als artiest. Dus ik kan echt niet wachten. Het schijnt een heel emotioneel album te zijn. Of heel emotioneel. Heel erg vanuit zichzelf. Dat is altijd al, maar heel erg. Hoe zeg je dat? Ik kom sinds de zwangerschap niet meer mijn woorden echt. Ik word er zo moe van. Ik kom er zo op. En vandaag is het 16 juni. Een jaar geleden dat Stinky is overleden. Dus ik ben heel erg emotioneel vandaag. Dus ik hoop ook niet te huilen.
Nou, heb ik een tactiekje voor gevonden. Ik heb mezelf gewoon helemaal volgeplamuurd van de make-up van gisteren. Heb ik eigenlijk gewoon mijn make-up ogen laten zitten, de rest afgehaald en opnieuw gedaan. En zo hou ik het vol om niet te huilen, want anders ja, ziet het er niet uit. Dus dat is mijn tactiekje, om er niet aan te denken. En dit kwam eigenlijk als geroepen, want dan heb ik ook lekker afleiding in de avond. Ik lig tenminste niet huilend in mijn bed. Dus ik kan niet wachten. Dit is denk ik mijn tweede tripje, zonder Mike dan, dat ik echt als een soort van girls night wegga. En voor Laura is het ook de tweede keer, dus het is echt super gezellig. Ik kan niet wachten om haar te zien. We zien elkaar niet heel veel, maar we spreken elkaar wel dagelijks. Met een baby en drukke werk is het gewoon lastiger. Dus ik kan niet wachten om mijn lieve vriendinnetje te zien. En ik ga jullie meenemen weer in het avondje van de release party van Tabitha. Tot zo! Kijk eens wie er naast mij zit! Hallo! It's my best day. It's the girl with the annoying voice. Nou, dat vindt ze van mij. Echt waar? Ja. Niet. Je piepstem, zegt ze altijd. Zegt ze het over jou? Ja? Dat meen je niet. Ja. Dat zeggen ze tegen mij al mijn hele leven. Zegt ze ook tegen jou? Als ik jouw stem hoor, dan denk ik dus niet piepstem. Weet je wat ik dan denk? Denk ik, wat een leuke, vrolijke stem. Ja, maar dat vinden ze dus. Ze vinden me allemaal te vrolijk, denk ik. Ja, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Maar we zijn samen. En wij zijn... geland, hoe zeg je dat? Ik beland. Ik kon dus ook niet meer uit mijn woorden. Uit mijn woorden, sis. Ja, we zijn gearriveerd. We zijn gearriveerd. Dat is een soort van de zwangerschapsdementie nasleep, schijnt. Ja, dat heb ik en nog steeds. Maar dat komt omdat je nog borstvoeding geeft. Door de hormonen, ben je nog vergeetachtig en zo. Blijkt, schijnt. I don't know. Maar ik kom ook heel vaak niet uit mijn woorden. Nee. Ik ben heel benieuwd naar Tabitha. Wilde rozen, zei je? Ja. Wild roses. Wild roses. En we gaan lekker hopelijk heel veel janken. Want het gaat over moeders. Of in ieder geval, ze gaat uit haar hart zingen. Ja. Ik hoop ook echt dat ze echt gaat zingen. Dat we niet echt... Nee, niet altijd alleen maar de cd'tje play. Nee. Nee, je wilt echt haar... Ik wil haar horen. Ik ook. Live. Oké, ga het meemaken. Ik zie allemaal mensen aan die band. Oh god. Dit is ook wel weer op zo'n evenement staan. En iedereen gaat weer naar je kijken. Ook wel awkward. Het is ook wel weer awkward, ja. Ik vind het ook altijd. Ik ben blij dat ik gewoon... Als ik straks gewoon er ben of zo, weet je. Ja, eenmaal binnen. Lekker koud colaatje zero erin. Ik heb echt een dorst. Het is trouwens voor jullie, het is iets van 30 graden vandaag. Ja. En wij gaan naar een release party. Ja! Alright. Ik ben wel heel blij, schatje, dat we weer samen zijn. Ik vind het ook heel gezellig. Ja, eindelijk. Eindelijk! Daar zijn ze hoor, Jut en Jul. Jut en Jul. Jut en Jul. Oh, ik ben zo benieuwd. Het is bij de Mercedes dealers trouwens, by the way. Het vriendinnetje staat nog daar. Welkom allemaal. Op deze warme dag. Mijn album is uit. Een album wat ik samen met een aantal mensen heb gecreëerd 3 maanden nadat ik was bevallen. Want ik dacht dat het wel een goed idee was. En toen zat ik daar en toen dacht ik, holy fuck. Hoe vonden wij het? We vonden het geweldig. Geweldig! Vooral het ene nummertje. Dat ene nummertje. Maar we gaan ze opzoeken. En als je moeder bent, dan ga je gewoon huilen. Dat denk ik zeker. 100%. Samen met Laura, dat is mijn vriendinnetje. Voor de mensen die niet kennen, Laura Ponticorvo. Geweest naar Tabitha, haar release album, Wilde Rozen. Ze had mij geïnviteerd en ik dacht, hoe leuk is het om samen met Laura te gaan. Mommy's to be onder elkaar. Dus we zijn samen erheen gegaan. Het was een bloedhitte dag. Dus dat was wel eventjes een dingetje. Het is echt bloedheet. Maar goed, hartstikke leuk om heen te gaan. Ik was heel benieuwd naar haar album. En inmiddels is die uit, dus jullie kunnen hem allemaal beluisteren. Nu via Spotify, YouTube of hoe je het ook wilt. Lekker veel streamen voor haar. Ik ken haar niet persoonlijk. Ik heb haar wel toen op onze opening van het pand gehad. En een paar Rijnes item toegestuurd. Maar ik vind het gewoon een onwijs leuk mens. Het is heel puur en ik hou gewoon van echt van haar stem. Ik hou heel veel van Nederlandse muziek. Dus nou, al met al is het superleuk. Het was bij de Mercedes dealer in Aalsmeer. Heerlijke hapjes. Je kon het allemaal beluisteren in de auto. Dus het was echt een heel leuk conceptje. En het was superleuk dat ik met Laura ook was. Want die is onwijs sociaal, onwijs gezellig. En we zien elkaar nu niet meer zo heel veel. Aangezien ik druk ben, zij druk, allebei een kindje. Nou, de mama's thuis weten dat. De tijd vliegt voorbij. Dan is het weer weekend. Dan wil je toch ook weer kwaliteit met je partner. En go on, go on. Maar goed, we gaan nu meer tipjes inplannen. Want het is superleuk om met haar
haar inner kleine Julia te zijn. Die is uitgehuwelijkd met Rocket. Want het is echt een plaatje. Is niet normaal. Het is zo'n lief poppetje. Het gaat hartstikke goed met het meisje. Het is onwijs een sterk meisje. Ik bedoel, ze is te vroeg geboren. En hoe ze zich nu allemaal... Ja, hoe ze alles nu al kan. Dat vind ik zo knap. Het is echt een hele kleine sterke wijfie. En het heeft ze van de mama en papa. Dus het was super gezellig met Lau. En verder, wat gaan jullie volgende week zien in de weekvlog? Ik denk voornamelijk de baby van Marie. Want ze staat op springen. Dus ik denk niet de aankomende vlog, maar die week erop is ze sowieso bevallen. Dus het zal een en al thema zijn van de Little Freshes. Nee, ik mag het naam natuurlijk nog niet zeggen. Ik heb wel een heel mooi cadeau al voor Marie aangeschaft met Romee. Dat weet ze ook al, dus ik kan nog zeggen. Het is de naamketting van Karat met de naam van de kleine erop. Dus je kan niet wachten om het aan haar te geven. En dat was het eigenlijk. Dank jullie wel voor het kijken. We zijn deze vlog niet vergeten, dus daar zijn we al heel trots op. Want het is best wel hectisch nu Marie hoogzwanger is. Dus dank jullie wel. Like, subscribe, comment wat jullie missen in de zomercollecties. Wat jullie willen zien van Reiners. En dan gaan we hier nog rekening mee houden. Love, Reiners. Zien jullie over mij over 2 weken, hopelijk. Zonder baby belly. Love, Reiners.